welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ben weer wezen shoppen, onder andere bij Monki en H&M. En deze items zijn voor het nieuwe schooljaar. Het nieuwe schooljaar is voor sommigen van jullie waarschijnlijk al van start gegaan. Of moeten jullie, net zoals ik, binnenkort weer beginnen met school. En naast dat ik nieuwe schoolspullen heb gekocht, leek het me ook leuk om nieuwe kledingstukken te kopen. Dus ik heb hier mijn nieuwe aanwinsten liggen. Ik ben heel erg blij ermee. Dus mocht je benieuwd zijn naar alle items, kijk dan vooral verder. Laten we beginnen met het item dat ik aan heb. Ik heb kleur aan. De laatste tijd begin ik hier en daar iets meer kleur in mijn garderobe toe te voegen. We hebben hier een paarse top. Deze is van Monki. Ik heb een aantal items van Monki opgestuurd gekregen. En een aantal items heb ik zelf gekocht. En dit is er één van. Dan heb ik maar liefst twee nieuwe jeans van Monki. Ik hou van hun jeans. Volgens mij heb ik bijna alleen maar Monki jeans in mijn kast liggen. Deze maand heeft Monki een actie, namelijk vanaf 21 tot en met 30 augustus krijg je 20% korting op alle jeans en denim shorts. Dus mocht je nog op zoek zijn naar nieuwe jeans, ik raad de Monki echt zeker aan. We hebben hier jeans nummer 1. Ik vind hem super lekker zitten. Ik heb hem in een maat 31. Ik heb al mijn Monki broeken in een 31, maar het ligt echt aan het model hoe het valt. Ik had volgens mij ook een 30 hiervan kunnen nemen. Want hij zit toch nog een beetje aan de wijde kant. Maar ik vind het helemaal prima. Beter te wijd dan te strak. Dan heb ik nog een andere jeans die ik zo ontzettend leuk vind. Ik vind het model heel erg leuk. Hij is high-waisted. Al mijn jeans zijn bijna high-waisted. Hij zit mooi. Hij heeft aan de onderkant wijde pijpen. Het is op dit moment zomer, maar wie weet koelt het binnenkort af. Dus vandaar dat ik dit shirt heb gekocht. Heel erg simpel. En ik heb hem in een maat M. Ik ben trouwens heel erg benieuwd hoe vaak ik nu echt fysiek naar school moet. Want de kans is groot dat ik 90% van de tijd thuisstudie zal hebben. Ondanks dat ik niet echt naar locatie hoe, vind ik het toch wel fijn om er leuk uit te zien als ik met school bezig ben. Dus vandaar dat ik allemaal leuke nieuwe items heb ingeslagen. En dit is ook heel comfortabel, dan kan je gewoon lekker thuis dragen. Dan hebben we een oversized shirt. Aan de voorkant is hij zwart en aan de achterkant staat een tekst. Je kan hem natuurlijk ook andersom dragen. Ik weet nog niet hoe ik hem ga dragen, misschien op beide manieren. Dit is misschien wel leuk met een bikershort eronder. Of gewoon op een jeans. Ik heb hem in een maat M. En dan deze top. Ook weer iets kleurrijks. Dit is net zoals de top die ik aan heb. Een overslagtop. Maar toch heeft het een ander soort model. En ik vind deze ook super leuk. Het enige nadeel aan deze twee tops is dat het redelijk laag is uitgesneden. Je kan ervan houden. Maar ik vind zelf dat het niet te bloot voor mij moet zijn, want dan moet ik constant gaan opletten. Maar als het warm weer is, is het wel fijn om een beetje luchtige kleding aan te hebben. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. En het laatste wat ik van Monki heb zijn deze schoenen. Dit zijn laarsjes en ik vind ze echt super leuk. Ik heb al meerdere keren schoenen van Monki gehad. Ik vind het super stijlvol. Dit kan zo wel heel erg leuk staan onder een toffe jeans of onder een jurkje. Dan heb ik twee items van Primark. En ik kwam daar toevallig eventjes langs. Ik merk dat ik het nu veel fijner vind om online te shoppen. In plaats van dat ik echt naar een fysieke winkel ga. Maar ik was toevallig bij de Primark in Zaandam. En ik zag twee dingetjes die ik graag wilde hebben. Namelijk dit t-shirt. Het is ook weer een oversized t-shirt met een tekst. Er staat namelijk op Be kind to yourself. Ik vond het wel een leuke tekst. Ik heb vaak met teksten die op shirtjes staan van of ik vind het heel erg leuk of ik vind het net niet, zeg maar. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dit vond ik wel een leuke quote. Ik heb hem in een maat S. Hij is redelijk oversized. Een simpel shirt kan natuurlijk geen kwaad. En dan heb ik nog een denim jasje. Ik was nog op zoek naar een nieuw denim jasje. En deze was 19 euro en ik heb hem oversized gekocht. Dit is een maat 44 en ik vond het gewoon heel erg leuk hoe hij valt. En in de zomer draag ik eigenlijk bijna nooit een jas. Logisch, want het is veel te warm ervoor. Maar spijkerjasjes vind ik echt geweldig als het najaar is. Dus ik heb deze alvast voor het najaar ingeslagen. En ik weet niet, ik vind een spijkerjasje ook best wel
een go-to back-to-school item. Dus dit kon ook niet in deze shop nog ontbreken. Dan een aantal dingen van H&M. Ik heb dit topje besteld. Of nou ja, het is eerder een vest. En ook weer paars. Ik denk dat dit de eerste keer sinds tijden is dat ik paarse items ga dragen. De laatste keer was volgens mij toen ik nog een kind was. Basisschool denk ik, middelbare. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik vond dit vest al heel erg leuk. Ik heb het in een maat L. De knoopjes sluiten niet helemaal op elkaar aan. Dit is een nieuwe trend. Ik zie het vaker voorbij komen. Ik denk dat ik dit zelf met een topje eronder ga combineren. Want ik hoef mijn buik niet helemaal te showen. Dus ik vind het wel cute. Dan heb ik een blazer. Sowieso is naast denim een blazer ook echt een back to school must have. Je kan een blazer heel erg netjes dragen. Maar ook lekker casual. Ik heb deze oversized gehaald. Dit is een maat 42. Ik had misschien nog wel 1 of 2 maten groter kunnen halen. Maar ik vind het wel heel erg nice. En dit is heel erg mooi te combineren met jeans, een top, een cool truitje. Voor nu een beetje te warm. Maar richting het najaar zal ik dat zeker gaan dragen. Afgelopen najaar heb ik ook heel vaak blazers gedragen. En ik weet zeker dat ik hier heel veel plezier uit ga halen. Dan heb ik nog een overslag topje. Maar dan in het wit. Het heeft een beetje hetzelfde idee als het topje dat ik nu aan heb. Maar is het van een ander stofje. En is hij wel een klein beetje doorschijnend. Dus ik hoop dat ik hiermee kan werken. And last but not least. Oh, ik kijk er nu een beetje tegenop om het aan te trekken. Maar ik heb een trui gekocht. Alsof deze meid niet genoeg sweaters heeft. Maar ik heb deze bij de mannenafdeling gehaald. Sowieso, gouden tip. Ben je op zoek naar lekkere hoodies? Kijk lekker op de mannenafdeling. Want vaak zijn de truien van de mannencollectie vele malen leuker dan van de damescollectie. Vind ik in ieder geval. Maar ik heb deze in een L gehaald. Lekker oversized. Mijn vriend kan hem ook aan. Dus we kunnen lekker delen. Maar ik vond deze simpele grijze hoodie helemaal top. We zijn nog niet klaar. Ik heb namelijk ook een nieuwe schooltas gekocht. Of nou ja, ik ga hem ook voor school gebruiken. Maar ik ga hem ook voor andere activiteiten gebruiken. Ik wilde al een lange tijd een nieuwe tas. En deze is van het merk Mad & Net. En hier past mijn laptop in. Hier kan ik nog andere dingen in doen. En de reden waarom ik deze tas heb gekocht is omdat die al een vorm van zichzelf heeft. En je kan er makkelijk spullen in doen. Dit klepje is ideaal. Je hebt een aantal zijvakjes. Je hebt een voorvakje. Aan de zijkant heb je nog vakjes waar je een flesje water bij wijze van spreken in kan doen. De kleur vind ik leuk. Lekker basic. Ik zat te twijfelen tussen deze en de zwarte variant. Maar ik heb uiteindelijk voor deze gekozen. Het is gemaakt van vegan leer. Wat wil je nog meer van weten? Ik kan niet wachten om deze tas te gaan gebruiken. Ik ben benieuwd of jullie ook voor het nieuwe schooljaar zijn wezen shoppen. Zo ja, wat heb jij allemaal gekocht? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik zal proberen om alle linkjes van de items die ik in deze shoplog heb laten zien hieronder in de beschrijving te zetten. Mocht je meer van mij willen zien, volg me dan zeker op Instagram. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video.